In een huis aan het water, kijk eens. Wow. Dat is mooi, hè? Deze huizen zijn wel heel mooi. En groot. Groter dan ons, hè? Zo, die auto is mooi. Dat is een mooie auto. Holy shit, dat is een Lamborghini. Oh, jezus. Ze zijn echt een hele mooie, heel mooie kleuren ook, hè? Het zijn het lijkt een soort volksbuurtje. Ja. Alleen dan op zijn dorps. Ik denk dat het hier ergens moet zijn. Nummertje, welke nummer was het? Ja, het ziet er wel, gezellig uit. Een beetje een volksbuurt idee. We hebben in ieder geval een voortuin, hè? Ze hebben in ieder geval kinderen. Hier moeten we zijn. Oh, kijk eens. Kijk, wow. Dat is de letters. Holy smolies. Macarons. Het is wel mooi, hè? Zeker te weten. Ja. Oh, kijk, hier staan ze. Kijk. Wow, zijn ze zo mooi. Dus zo te zien hebben ze twee kinderen, zie je dat? Dat ze weer licht slapen. Wow. Kijk eens. En een jacuzzi. Een zwembad. Kijk eens wat een mooi uitzicht. Wow. Zo, die warm. Het is lekker warm. Ja, Koos, gaan we er straks in? Zullen we Mama, dit is gewoon mijn droomhuis. Oh, ze hebben de deur dicht naar gebruik. Oh, het ziet er wel gezellig uit. Ja. Oh, ze hebben kinderen. Een meisje en een jongen. Ja, ziet er wel netjes uit. En ze hebben een poes. Ja, één, twee. Ik denk een gehandicapt kindje. Dat is wel heftig. Ik denk dat het ook wel eens wel zwaar is, zeg maar. Wie heeft het? Dat is wel knap. Dat is zonde van de bank. Maar ja, de rest is wel echt heel erg netjes. Ja. De trap is lekker zacht, voel je dat? Ja, ze hebben er drie. Dit wordt mijn kamer. Oh. En wat is dit? Dit wordt mijn bed. Kijk, Celine. Ja? Nu heb je je eigen bureau. En deze mensen zijn gewoon rijk, mama. Dit is van de zoon. Dit is mijn kamer. Kijk eens. Kijk hoe groot de televisie. Wat een luxe zeg. Je wilt gewoon hier wel een hele week wel slapen. En dan hebben we een bad en een douche achter hem. De kamer is groter, ze hebben een bad en een douche. En je voelt een beetje een prinsesje eigenlijk. Ik voelde me echt super koninklijk. Wow, ze hebben hier gewoon dit met jouw slaapkamer. Kijk eens, wat een luxe allemaal zeg. Wat een mooi, hè? Ja. Ja? Hé? Ja? Het is nog steeds heel onwerkelijk dat zo'n mooi groot huis er is. Dat je er even in mag kijken en er even in mag zijn. Dit is hier prachtig. Het is prachtig, hè? Dit is de slaapkamer van moeder. Dit is moeder. Ja. Ouderlijke slaapkamer. Mama, jij bent de liefste. Mama, je bent allerliefste. De allerliefste. Zou je kinderen ook een vader hebben? Ik heb tot nu toe nog geen foto gezien. Oh, dit is denk ik de kamer van meneer, van een meisje. Ja. Ik denk dat ze van Disney houdt. Dat ik zo kijk. Denk ik ook, ja. En van prinsessen. Maar wat we echt wel merken en zien is dat je, alles is kleiner. Het is minder. We hebben bijvoorbeeld hier geen afzuigkap. Thuis wel, en voor ons zijn dat de normaalste dingen van de wereld. Ja, meerdere plekken waar je jezelf terug kan trekken. Dus we hebben een plek voor de kinderen en een plek voor onszelf. Ja, dat heeft deze moeder niet. En dat is wel, ik vind dat echt heel erg knap. Dit is 1, 50, 100, 150, 15, Jezus Christus, 16, 50, 17. 1800. Zo. Dat is een hoop, hè? Ja, dat is echt een hoop. Ja. Dat is veel meer dan wij hebben, hè? Ko, we zijn nu rijk. Ik dacht van, zoveel? Doe het toch normaal? Heel veel geld voor ons alle drie. Het wordt eindelijk eens een keer om rijk te zijn. Maar ik ben echt zo blij, mam. Ja, dit wil je eigenlijk ook voor je kinderen. Dat ze gewoon alles kunnen krijgen en
Gewoon geen zorgen maken. En ja, dat hebben wij gewoon niet. Nou, we hebben het huishoudpotje. Gaan we dat tellen? Ga jij erin? Ja. 40, 50, 70, 80 euro. Dat is knap. Ja, dat is heel knap. Ik vind het wel knap ook nog 3 katten en 2 konijnen. En dan ook 2 kindjes met een handicap en dan zelf ook nog iets. En dan zo'n, ja... Met tot weekbudget met een klein is dat week. Best wel aanpassen, zeg maar. Alleen hun zijn wel met meer als ons. Dus dat betekent wel dat we 27,50 euro terug moeten stoppen. Ik persoonlijk hou van een uitdaging. En als iedereen een gedeelte in Nederland moet kunnen, dan vind ik dat wij dat ook zeer zeker moeten kunnen. En ook moeten doen. Toen ik de koelkast opende, zag ik heel veel lekkere dingen. Onze pruimte heb je allemaal meegenomen. Ik vond het nog wel in de koelkast. Jezus. Zal ik hem helpen? Jezus. Heb je het? Ja. Ja? Ik dacht, misschien moeten we nog even iets luxere maken. Ja, nog meer. Mm-hmm. Proost. Op het Koningshuis. Ja, op het Koningshuis. Koningshuis. We gaan vandaag een leuke dag van maken, hè? Jongens. Zeker. En dan wil je dan bruin of volkoren? Volkoren. En de bloemkoren is ook in de aanbieding. Zullen we met de groen eraan pakken? Nee, deze. Dan kunnen we daar groen weer aan de konijnen geven. Ja. Maar het zijn 3 katten. Ja, en van zo'n zakje mogen ze ook maar de helft. Ja. En dan moet ik nog delen door 3. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, dat gaan we wel doen. Nee. Jawel. Leg maar in de kar. Nee, want jij gaat nog meer pakken. Kom, we moeten verder. Ja, kattenvoer hadden we een kleine discussie over. Want ik vind gewoon dat als wij eten, de beestjes ook gewoon moeten eten op een fatsoenlijke manier. Ja, en ik had zoiets, weet je, als je al weinig budget hebt, dan kan je... En je haalt wat je moet halen voor die beestjes. Ja, maar iets extra's hebben wij ook gedaan met de zakjes. Je hebt ze die beestjes ook. Ja, maar dan moet je er wel uitkomen natuurlijk. Kijk nou toch niet. We hebben nog 3,62 euro. Ja, en we hebben alleen nog iets lekkers nodig voor bij de film. Want we hebben we hebben nog überhaupt helemaal geen niks lekkers. Nee? Voor heel de week niet. Het is wel echt heel moeilijk. Ik... Echt petje af voor mensen die dit elke week moeten doen. Als het goed zou, we 15 cent over. Iets klopt er niet. Nee. Ik heb gerekend. Dan zou ik 15 cent overhouden. Dan moet ik deze eraf en dan moet ik even 4 losse pakken. Ja, ik dacht echt dat we goed gerekend hadden. Alleen we waren wat statiegeld vergeten. Dat zijn 52,30 euro. Ik vond het echt heel confronterend. Wij zijn nu met z'n tweeën. En normaal zijn er dan nog 2 kindjes bij. En die moet je dan uitleggen dat je, nee, het snoepje kun je niet pakken, want mama moet wc-papier hebben deze week. Nee, ik vond het heftig. 35 euro. Is die in je maat? Ja. En dat shirt is 40, dus dat is 75 euro. Dat is bijna evenveel als de week boodschappen. Normaal gesproken gaan we naar de tweedehandswinkel of naar de uitverkoop. Nou, dan mag je nu je gewichten gaan zoeken. Gewichten. Ik wil graag gewichten omdat ik dan ook wat sterker ben. Dan kan ik mama helpen. Nee, maar ook voor jezelf, hè? Dat je voor jezelf kan opkomen als het nodig is. Doe maar 2. 2? Ja. 2 kilo? Ja. Ja? Zullen we die even vastpakken? Dan haal ik er eentje uit van jou. Niet zwaar. Zwaar? Nee. Niet zwaar? Nee. Die worden het? Ja. Echte Nikes. Oh, ze zitten mooi. Zullen we gaan rennen? Ja. Doe maar een keer. En hoe gaat het rennen? Lekker! Hoe zitten ze? Toppie? Ik denk dat de schade heel hoog zal zijn. Dit is totaal 368,95 euro. Aardig bedrag, ja. Rip uit mijn lijf is het ongeveer. En dan denkt Colette, nu die financiële ruimte er is deze week, ook even aan zichzelf. Ja, die is ook heel leuk, ja. Ik heb kleding echt nodig, omdat hetgene wat ik nu heb, dat is eigenlijk oud en stuk. Ouderwets. Ouderwets. Mam, je ziet er echt top uit. Je moet je kleuren voor mama, hè? Mama, dit moet je echt aandoen. Ja, ik vind het ook wel heel leuk. Voel je je mooi? Ik voel wel mooi. Ja? Ja. Dat mag ook wel, hè? Ja. Je mag je mooi voelen. Ik vond het erg fijn dat alle ogen even op mij gericht waren. Dat ik even tijd voor mezelf had in plaats van altijd voor de kinderen bezig te zijn. Ik vind het fijn dat ik ook eens voor mezelf iets kan kopen en dat ik weer iets nieuws in de kast heb. Wauw, ben je prachtig! Wauw!
maakt bij mij een heel goed gevoel los. Ook omdat je ze toch een keertje in een dag kan geven die ze eigenlijk anders nooit zouden krijgen. Voel je een beetje als crisisje? Ja, Maria. Ja. Nou, daar gaat je mooie geld. Ja, daar ging mijn mooie geld. Het is gewoon echt zo op. Het is weg. Poef, verdwenen. 09. Doet het niet. Je moet niet zo lachen. Die past niet. Schat, de onderkant, Koos. Daar, bij het wieltje. Oh my god. Geblokkeerd. Ik mag alleen wachten. En die zadel naar achteren. Dat doet hij niet. Oh, ik heb bloed heet. Jij moet sturen, hè? Ja, want dat ik snap kan ik. Niet sturen. We kunnen niet van de stoep af. Oh. Het is wel mooi dat Colette dit kan ook met die kleine. Hallo! Gaan we hier even een appeltje eten, maar. Ja, dat is wel een mooi stukje. Ja. We hebben nu heel mooi weer gehad, maar dat ze dus dit, Colette moet dit altijd doen door weer en wind. Een serieus puntje voor ons, want voor ons is het heel makkelijk. Oh, het regent een druppel, we pakken de auto. En dan is het vaak nog de keuze van welke auto pakken we. Ja. Ik heb heel veel geld. Ja, ga dan maar eerst even een map zoeken. We mogen nog zo, die. Jamie. En nu hoefde ik geen nee te zeggen. Dus nou zei ik, zoek maar uit. Selina, je mag gewoon alles nemen wat je wil. Vind deze leuk? Ja. Selina, wil je ook zo'n mooie? Ik wil niet nog een keer van Fancio. Wil je er twee of één? Eentje nog maar. En hier nog eentje van? Ja. Selina, weet je wat je ook nog kan krijgen? Deze. Die is leuk. Ik kan het vasthouden. Niet. Oh. Die? Het is echt een monster. Jamie. Je schrikt toch wel elke keer wat het allemaal kost uiteindelijk. Wij hebben in totaal denk ik ongeveer wel 1000 euro uitgegeven. Zo die. Ja. Dat is wel heel veel. Veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Hey Bas. Ja, die voortuin, daar moet wel echt iets aan gebeuren. Hè? Want die mensen hebben een gehandicapt kindje. En die hebben hier de fiets in de voortuin staan. Die kunnen nog niet fatsoenlijk de schuur in. Eigenlijk heb ik mensen nodig die daar eventjes gauw komen fixen vanavond met mij. Het is de eerste keer. We hebben er wel zin in, hè? Ja. Zeker te weten. Als je bang bent, dan sluiten we hem stop, hè? Oh, ik ben echt bang, Bar. Dat is zo leuk. Wow! Jee! Yeah. Kijk eens. Wow! Hallo daar. Dag, prinses. Ik ken dit sprookje wel. Echt waar? Weet je onze namen dan ook? Elva en Anna. Het is voor mij heel fijn om er zo te zien. En ze geniet van de kleine dingetjes. En ook ze leert heel veel van ze. En ze voelt zich echt een prinses. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste van het land? Ben jij ook een beetje blij? Vind je het leuk? Ja? Goed zo. Dit is gewoon de leukste dag van je hele leven. Wie wil er niet naar het pretpark? Wie vindt het nou niet leuk om naar het pretpark te gaan? Ik wel. Ja! Jongens, super fijn dat jullie er zijn. De trampoline gaat eruit, moet wel hergebruikt worden. Het gras gaat eruit. Daar komt kunstgras voor in. De oude bestrating gaat eruit. Gas erop. Ik wil dat jij dit even doet omspitten. Dus ik ben wel blij dat we dit nog zo op de late avond nog even kunnen regelen, hoor. Kijk, we hebben het pad iets groter gemaakt. Kijk, je ziet nou al dat we eigenlijk volledig op het paard draaien zonder dat we moeilijk hoeven te doen. Ik zou zeggen, een goede reis terug en echt petje af dat jullie hier toch stonden. Graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Super bedankt. Fijne avond. Ja, fijne avond. Tot ziens. Doei. Ik ben zelf heel erg blij met het eindresultaat. Ik vind het eindresultaat ook heel mooi geworden. Dus ik hoop gewoon dat ze er echt van gaan genieten. Dat is het hoofddoel. Ik ga met een voldaan gevoel naar bed. En nadat in de ochtend de collega's van Paul het kunstgras hebben gelegd en nieuw groen hebben geplant, is het voor Paul en Daniëlle tijd om op huis aan te gaan. Hebben we zin om naar huis te gaan? Ja, ik wel.
Ja, ik ook weer terug naar ons eigen dingetje. Ja, je eigen dingetjes, kinderen, gewoon weer. Nou, dag huis. Ja, op naar huis. Zouden jullie nog langer willen blijven? Ja. Ja? Ik ga het meeste missen de bed. En de jacuzzi en het zwembad. Groepsknuffel! Dag huis. Dag huis. Bedankt dag voor deze leuke week. Bedankt voor deze leuke week. Hey Google, woonkamerverlichting aan. Oh. Schoentjes uit. Ik mag hem ook. Even tv kijken. Ja. En wat is dit nou? Huh? Wat is dit nou? Wat? Hey. Wat is dit? Ze hebben ons huis verbouwd. Nou ja, de hele tuin is verbouwd. Dit is het hele tuintje. Kom, niet huilen. Nieuwe stenen. Ben je een beetje blij? Ja, mooi geworden, hè? Ja, ja, geen mensen knuffelen. Dat mensen zoiets voor je doen, gebeurt ja, eigenlijk niet dat mensen zoiets zomaar spontaan doen uit zichzelf. Ik heb je nog.